Hallo mensen en welkom bij Hardcore Solo Surviving. Episode 17, denk ik. En welkom bij, wel, episode 17. Opgenomen op 23 januari. Om 10 uur s'avonds. Ik heb net gelezen dat Atari voor wel bankroet gaat. Maar het is niet volledig gedaan. Ze hebben nog de optie om hen terug te keren. Zodra ze hun boetes kunnen betalen hebben, dus een schuld af kunnen betalen hebben, kunnen ze weer terugkomen. En ze zeggen zelf dat ze dan gaan herfocussen naar apps en internetgames. Voor degenen die Atari niet kennen, ten eerste, je bent geen echte gamer. Een echte gamer kent Atari. Atari is dus een van de pioniers van gamingconsoles. Ze waren een van de eerste die het deden met de Atari 2600. Die heeft trouwens ook nog steeds een record staan vandaag de dag. De console was gereleased in 1978, dacht ik. En wel, die heeft meer dan 14 jaar lang verkocht. Dat is dus nog langer dan de PlayStation 2. En wel, dat is dus het record dat de Atari 2600 nog altijd heeft. Is wel van de langst verkochte console. Het is ook nog de meest verkochte console geweest voor een tijdje. En ja, Atari is daardoor eigenlijk legendarisch geworden. Helaas, ze zijn met consoles moeten stoppen. Hun laatste console was de Atari Jaguar. Dat was dus een vijfde generatie console. Nee. Vijfde generatie console, ja. Dus de generatie van de PlayStation 1 en de Nintendo 64 en de Sega Saturn. Wel, wat vind ik er persoonlijk van? Wel, ik wist al langer dan vandaag dat het slecht ging met Atari. Ik bedoel, wel, Sega bijvoorbeeld, die zijn ook moeten stoppen met consoles, maar die maken nu wel verschillende goede games. Dus, die, oh ja, daar gaat het nog zo ongelooflijk slecht niet mee. Maar, wel, Atari, wel, zeg eens eerlijk mensen, wat is de laatste keer dat jullie een splinternieuwsval van Atari gekocht hebben? Wel, dat is een tijdje geleden. Ik ga het zelf ook toekennen, het is een tijdje geleden. Ik hoor eigenlijk ook zelfs van weinig spelletjes die ze releasen. Wel, de reden waarom ze het gedaan hebben, wel, dus ten eerste om van hun schulden een beetje meer tijd te krijgen. Maar ook, ze waren al jaren en jaren waren ze eigenlijk overgenomen door een of ander Frans bedrijf, dat vroeger Infogrames noemde. Die maakten dus games en die hebben Atari dus eigenlijk overgenomen. En Atari vindt zelf dat ze, wel, dat die over, dat die eigenaar van Atari dus eigenlijk geen, er te weinig mee doet met het feit dat ze digitale games nu willen doen. Allee, wouden doen. Vreemd geluid. En ja, daarom wouden ze daar eigenlijk een beetje van afkomen van die overnemer. Dus door bankroet te gaan kunnen ze dat dus. Een bedrijf waar dat onlangs ook mee gebeurd is. Een developer is dus THQ. Daar is het dus ook mee gebeurd onlangs. Exact dezelfde deel bankruptcy. Chapter 11 bankruptcy. Ik vind het heel triest dat zoiets moet gebeuren. En om te horen dat het zo slecht gaat met Atari. Dat ze eigenlijk bankroet moeten gaan. Wel, maar langs de andere kant vind ik ook dat wel, net zoals toen ze stopten met de consoles, het zat er eigenlijk gewoon een beetje aan te komen. Het was niet zo gelijk Sega dat het eigenlijk gewoon wel iets was waarvan je wel, als je 2 jaar geleden gezegd had dat je zo uitgelachen worden, zoiets was het dus niet. Het was dus echt wel iets wel, waarvan je denkt van, ga.
waarvan je eigenlijk verschiet dat het nog niet gebeurd is. Ik bedoel daar niks bruut mee of zo, maar. Allee ja. Het is gewoon zo. Ik heb 2 games gekocht vandaag. Alle 2 digitaal. De reden was wel. Het ene was dus Sonic Generations. Ik heb er heel lang naar gezocht, maar ik heb het in de winkels niet gevonden. Dus ik had zoiets van: fuck it. Ik heb me daar een. PlayStation Network krediet gekocht en. Wel, heb het dan op de PlayStation Store gekocht. Wel. Ik heb de demo-versie ervan en het ziet er een heel erg leuk spel uit. Vandaar dat ik het dus gekocht heb. Het andere is Strikesuit Zero. Ik zit daar eigenlijk al een paar maanden excited voor. Het komt er naar het schijnt ook voor de consoles, maar daar ben ik niet zeker. En de tweede reden waarom ik het dus niet voor consoles gekocht heb, is wel... er is geen release date, dus... Ik heb geen zin om er al een jaar op te zitten wachten, dus heb ik beslist van oké, dan koop ik het voor PC. Het spel kost €12, dat is dus spotgoedkoop. Ik vind het zelf bijna diefstal. ik heb wel de Collector's Edition gekocht, dus dan krijg je er alle soundtracks van het spel bij. En een boekje die je wel zelf moet afprinten. Shame on you, je krijgt het als een PDF. De PC-versie is dus verkrijgbaar op Steam. Sonic Generations, dat is dus een platformer, de meeste van jullie zullen wel kennen. En Strikesuit Zero is een space combat game, dus slash space simulator. Dat is dus een genre die eigenlijk wel iets interessants vond aan het gebeuren is. Want er is nog zo'n game, Star Citizen, die over een tijdje gaat uitkomen. Dat is dus een soort. Er is dus een soort revive gaande nu momenteel. Dus ze proberen daar nieuw leven in te blazen. Ik ben daar heel erg geïnteresseerd in, want het zien er echt wel interessante games uit. Wel. Tuurlijk, het heeft wel een paar dingen in gemeen met space shooters. Vandaar waarschijnlijk de interesse. En wel, ik moet het wel nog spelen, eerlijk gezegd, alle 2. Maar wel. Ik zie niet waarom het slecht zou worden, dus ja. Zeker eens checken, zeker die Strikesuit Zero. Sonic Generations heb je waarschijnlijk allemaal al wel iets van gezien. Maar voor degenen die er nog niks van gezien hebben, zeker eens bekijken. Want de demo was al sinds heel goed. Dus ik verwacht van het spel niks minder. En wel, ik heb goede ervaringen met Sega, dus... Ik zie niet waarom we... Wel, een slecht spel zouden krijgen. En man, er zijn veel resources te vinden. Ik vertrouw dat hier dus langs geen enkele zijde met die donkere zijde is toepasselijk. Oh, een ander voor de gek. Ah! Oh my god, godverdomme. Laat een ander verschieten. Man, op deze manier gaan we nooit kooltekort hebben, pijn. Het zou trouwens al dag zijn. We gaan binnenkort eens naar buiten moeten gaan, want... wel. Je moet er even doen met je sport in. Nee. Dat was een noezel. we gaan binnenkort eens naar buiten gaan voor te zien of dat er buiten gaande is. Of het al licht is en zo. Hoppetitam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 petit
Is het nog nacht of... What the fuck? Oeh, een spawner! Dat heb ik al een tijdje niet tegengekomen in Minecraft. Dat is spannend. Auw! Ik was vergeten dat dat... Dat je zoveel damage... Auw! Fuck. What the fuck? Ow! Wacht eens even, waarom geen chest? The fuck? Ik doe zoveel moeite voor die spanner dat er geen fucking chest! Oh my god. Oh, nu versta ik waarom dat die geluidjes werken. Dat is om de 5 levels. Dat krijg je. Ik had al een vermoeden bij level 10. De vorige keer dus dat ik dat hoorde. Maar ik was nog te ziek. Maar nu ik bij 15 ook hoor, kan het gewoon niet anders meer. Wel, vind ik dan toch. Het zou toch altijd heel sterk zijn. Het kan wel, maar het is zo heel sterk zijn. Hier moet gewoon naar zijn chest zijn. Dit kan toch gewoon niet? Kom aan, waar is de chest? Oké, ik denk dat het tijd is om een plaats voor een huis op te zoeken. Oh, daar is een jungle. Maar dat lijkt me wel gevaarlijk. Dat sneeuwlandschap ziet er gewoon heel interessant uit. Laten we daar gewoon gaan. Naar het sneeuwlandschap en nog veel verder!
Oh, godverdomme. Hoppa. Hoppaga. Shithak. Schattig geluidje. Oh, fuck zand. Alhoewel, ik kan er last van maken. Ik ga mijn houten pickaxe even opgebruiken, want dat is gewoon zielig. Ik kan in het proces een beetje... hout zakken. Fuck, dat blijft altijd zo één blok steek. Wat? Geef die blok! Voilà, hebben we mooi weer wat hout. Nog even over Atari. Atari is helaas ook een bedrijf dat heel veel is rondgesmeed geweest. De eigenaar die het nu heeft is wel niet de eerste. Het zijn er door de jaren heen heel veel geweest. Eigenlijk sinds de videogame crash in wel rond 1984. Het is gewoon heel veel rondgesmeten geweest. En dat is eigenlijk ook een deel van de reden waarom de consoles na hun eerste console, echte console dus, eigenlijk niet zo bijzonder goed waren. En de meeste zelfs gefaald zijn. Is omdat het gewoon heel veel is rondgesmeten geweest en wel niet al die eigenaren hechten evenveel belang aan de consolekant van Atari, want ze maakten in die tijd namelijk ook computers. En veel van de eigenaren wel hadden daar meer een focus op. En waarom ga ik daar weer in? Ik moet het zoeken naar een huis. Ach, ik had het kunnen denken. Veel hout, dus veel dingen is er nooit te vinden. Bergen. Bergen zijn er bijna nooit veel te vinden in dit soort landschappen. Maar ik moet zeggen, het is wel een enorm mooi landschap. Vind ik dan toch. Het heeft echt wel een schoonheid. Om een of andere reden doet het me zelfs denken aan mijn eerste privéwereld. Oh god, wat mis ik die wereld. Wat mis ik die tijd, zo die eerste dagen dat je aan Minecraft speelt. Hoe bijzonder dat spel dan is. Ik denk dat iedereen die graag Minecraft speelt, dit gevoel kent. Dat gevoel van de eerste dagen dat je dat spel speelt. Ik zeg het u, als je nog maar net Minecraft bent begonnen, geniet ervan. Want het zijn echt wel de beste dagen. Zoals wel in veel spelletjes, de eerste dagen zijn de beste. Echt waar. Dit is een hele mooie plek, maar ik wil eigenlijk... Ik wil een huis hebben dat opvalt. Dus niet zomaar een houten huisje tussen de bomen, want dat ziet je gewoon niet staan. Dit is een bizarre plek.
Oh. You know, dit vind ik echt cool. Als ik hier ergens iets in de buurt van Bergen zou kunnen vinden, dan zou het zalig zijn, want dit is echt wel een mooie plek. Ik wil hier eigenlijk niet weg. Dus even een paaltje maken. Wereld rond mij laten renderen. En dan gaan we bij wat eten. Kijk naar het landschap die rendert. En naar de episode die eindigt. Bye bye.